Dit is de plek in Amsterdam waar ik ooit Michael Jackson ontmoette. Maar ja, ontmoeten, tegenkwam op straat of een stukje achtervolgde. Hij kwam hier achter aan met een auto en ik zag hem daar al instappen, kwam uit een ander zaakje en reed toen daarachter naar de Magna Plaza. Daar zat in de kelder de Virgin Megastore, een hele grote platenzaak. En hij zat daar gewoon tussen de schappen naar cd'tjes te kijken. Stond een beveiliger aan de ene kant van het schap en aan de andere kant. En ik stond in het schap erachter gewoon mee te kijken. Het was echt heel bijzonder. Het ging allemaal heel snel, maar in die tijd had je nog geen social media en mobiele telefoons. Want het was 1996. Daardoor weet ik dat het geen lookalike was. Hij was in Amsterdam voor zijn Arena History concert. Ik heb hem een tijdje gadegeslagen. Ik heb hem niet aangesproken, want daar stonden dus net die beveiligers voor. Maar telkens als ik hier langskom, moet ik toch aan dat moment denken. Dat ene moment dat ik zo dichtbij was. Dichtbij bij de man die vandaag 60 zou zijn geworden.